De derde wedstrijd op de Vierdaagse, de Tragitol Trophy, werd verreden op de Westfries in Horen. De dames begonnen hun wedstrijd met Marijke Groenewoud in het leiderspak en Bo Wagenmakers in het tablettenpak. Dat veranderde, want Manon Kamminga wist de sprinten te winnen, de tussensprints, en zij nam dat pak over. Leiderspak was een ander verhaal, want een grote groep dames, 28, de grootste groep in de wedstrijd, haalde de groep met de klassementsleidster Marijke Groenewoud, maar ook Lisa van der Geest en Imke van Meer en nog vele anderen in. Die werden uit koers gehaald. En toen was het sprinten. Moes Aardig is ook weer sterk. Ja, haalt nu Nicky van Leeuwen in. Dappere poging over Nicky van Leeuwen. Ja, die had pech dat Janneke Ensing ging, want daar gingen mensen wel op reageren. Maar die heeft bijna een rechtstuk voorsprong, hoor. Janneke Ensing aan de leiding. Ja, dat is wel weer goed voor Marijke Groenewoud. Janneke Ensing, Loes Aardegeest. En daarachter wordt er gecontroleerd door de ploeg van Janneke Ensing. Ja, dan moet je toch als palet met vier vrouwen. Als palet zou je wat... Nu is de trein geformeerd. Kelly Schouten zit daar weer goed bij. Merel Bosma daarachter. Ja, die gaan en Bo Wagenmaker. Gaan heel hard op Loes Aardegeest. Maar het verschil met Janneke Ensing is nog een hele bocht, hoor. 5 seconden is het verschil momenteel. Iris van der Stelt heeft moeten lossen. En Janneke rijdt rondjes 33 en het peloton 32. Ja, dat is 10 meter per rondje en het is een hele bocht. Gaan kijken wat het verschil nu is. Komt aan richting start-finish. Janneke Ensing rechts in beeld en de links de paletterijn. 33. En 31 voor het peloton. Loes Aardegeest heeft moeten lossen. Nicky van Leeuwen heeft moeten lossen. Ja, aan de achterkant gaat het nu heel hard, hoor. Ja, het verschil loopt dan ook hard terug. 3 seconden per rondje. Kijken naar Janneke Ensing. Dat gaat ze niet redden. En dan wordt het weer interessant, want wie is dan de beste sprinter zometeen? We hebben Bianca Bakker, die natuurlijk goed is. Elsa Mieke van Maren kan aankomen. En misschien wel Kelly Schouten. Ver weg, een van de sterkste dames in koers. Ja, toch rijdt Palet nu natuurlijk voor Jade van der Molen. Die het kort staat in het klassement, gelijk met Kelly Schouten en Merel Bosma. Die kan de leiding pakken. En dan gaan we binnendoor. Oh. Helemaal breed. Dat is al aardig vroeg. Jade van der Molen aan de leiding. Oh. Kelly Schouten komt binnendoor. Kelly Schouten komt binnendoor. En die heeft Merel Bosma bij zich. Kelly Schouten, Merel Bosma. Jade van der Molen nog steeds. Maar dat lijkt nu echt een hulp voor Kelly Schouten. Of zou ze door kunnen trekken? Ja, de Van der Molen, Kelly Schouten en Merel Bosma. Ja, Kelly Schouten aan de binnenkant. Kelly Schouten aan de binnenkant. En is het Jade van der Molen. Kelly Schouten is het Kelly Schouten. Kelly. En het is Kelly Schouten. Sterk. Merel Bosma, heel Jade sterk. Van der Molen. Aan de binnenkant. Hier zit ze er al naast. En voorbij komt Merel Bosma ook nog. Hele sterke sprint. Ja, ik was er blij mee. Het ging goed. Ik kon hem goed houden. Dus, Iedereen let natuurlijk op Marijke. Die wint al 2 etappes. Zit er niet bij. En dan moet jij het gaan doen, hè? Ja, dat klopt. We waren vandaag maar met z'n tweeën. En veel ploegen staan toch met 4 dames aan de start. Dus ja, het werken was wel voor mij weggelegd, deze koers. En heeft heel goed uitgepakt. Ja, en nu wordt het lastig, want jij neemt de leiding over in het klassement. Misschien wist je dat nog niet eens. Maar Marijke staat natuurlijk nog vlak achter jou, hè? Dat wordt lastig straks om te beslissen wie morgen mag winnen. Nee hoor, dat hoeven we niet te beslissen. Als één van ons wint, is het goed. Ik ben al lang blij dat ik hem hier heb gewonnen.